Hallo allemaal, en ja, daar is hij weer. Daar ben ik weer. Althans, ik was er altijd al, maar ik was er even niet. En ik had even geen tijd. En wat waren jullie beledigd en boos en weet ik wat allemaal. Maar ja, soms gaat het even niet. En dan gaat het gewoon even niet, weet je wel. Dat gezegd hebbende, ik ben er weer. Ik zal jullie even kijken. Nee, zo. Nee, ik had gewoon heel erg druk en ik ben even lekker weg geweest en verjaardag gehad en weet ik van wat allemaal. Ja. Wat moet ik er verder nog over zeggen? Weet je, ik ben er weer en we gaan weer knallen. Knallen zoals nooit tevoren. Vincent, waar ben je dan allemaal geweest? Ja, waar niet? Hè? Zoals vanouds, de welbekende smoothie. Appel, framboos. Het is weer een topper. Ah, lekker zeg. Ja, weet je, als je iets doet, doe het dan ook. En doe het goed, want als je dat niet doet, dan kan je het net zo niet doen. Ja, of niet, weet je. Doe het dan niet. Moet jij weten. Hey, we gaan beginnen, denk ik. Ja, toch? Water, smoothie. We zijn er weer. Welkom bij alweer een aflevering van... Vraag? Vakantie? Hallo. Ik heb wel een beetje gekeken. Maar ik heb niet echt die vragen onwijs... Dus het is gewoon weer half voorbereid, half niet. Maar we gaan er gewoon... Ik ga beginnen. Van Shantje, bla bla bla, van Shanti. Een hele, 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 hele fijne hallo Vincent. Krijgt Sjaakje de Radio Bad 1 nog kinderen? Ja, weet ik veel. Wat bedoel je? Wat bedoel je nou man? Het is een plastic bad eend. Kinderen. Misschien? Weet ik veel. Kan. Het universum works in mysterious ways. It works in mysterious ways. Alles is mogelijk, lieve Shanti. En hoe lang ben je gabber geweest? Nou, ik ben nooit echt gabber geweest of zo. Ik hield gewoon van die muziek, hardcore. En vanaf mijn 13e ben ik erin gedoken. En tot mijn 33ste of zo, 34ste. Was ik wel redelijk actief daarin. In die scene. Hield ik me ermee bezig. En daarna ben ik me met andere dingen bezig gehouden. Maar hardcore, dat zit gewoon hier, man. Dat zit in je hart. En dat gaat nooit weg. Dus hardcore ben je voor altijd. Moet jij weten. Groetjes van Shanti. Ja, zeker moet ik dat weten, Shanti. Bedankt voor je vraag. Volgende vraag van Isa. Hallo vakantie Vincent en een hele, 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 hele fijne hallo. Vind ik wel leuk dat iedereen maar een hele fijne hallo wenst. Nou, jullie ook een hele fijne hallo. Weet je wat? Ik doe er nog één bij. Een hele fijne hallo. 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 We zijn er weer. Trouwe fans zoals we zijn. We hebben weer een vraag. Deze luidt, wat is je liefste drank? Oeh. Knuffels, kusjes van Isa en Brit. Joejoe, oh ja, die. Isa en Brit. Jezus man, ik zou die bijna vergeten. Nee hoor, ik vergeet jullie niet. Ja, mijn allerliefste drank. Ik heb heel veel allerliefste dranken. Dat hangt een beetje van het moment af. Ik heb ook... ik heb jaren niet gedronken en ik ben de... 2 weken geleden ben ik bij de Lindenhof geweest in Giethoorn. Daar heb ik lekker zitten eten en daar zat een wijnarrangement bij. En toen heb ik weer gedronken. De lekkerste wijn, het lekkerste eten, weet ik van wat allemaal. En dat was lekker. En vorig weekend was ik bij Jef in Texel. Of Texel, as they call it, in de volksmout. En daar heb ik ook weer lekker zitten eten en drinken met wijn erbij. En toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je Vin, een wijntje heel af en toe, dat moet best kunnen. Of zo.
Maar zoals ik vroeger dronk, nee. Maar weet je, met alcohol is echt een moederneuker. Dat is echt een motherfucker. Alcohol, de zielenrover, zoek het maar eens op waar het vandaan komt. Ja, ik weet het niet, man, maar ja, ik bungel een beetje tussen... Maar goed, dat was je vraag helemaal niet. Wat is je liefste drank? Dat hangt van het moment af, man. Over het algemeen drink ik water. Bronwater, Spa Blauw. Spa Blauw is mijn lievelings, maar deze is ook best lekker. Bru. Ik mag geen reclame maken. Denk ik, weet ik veel. Ik wil geen reclame maken, nee. Daar hou ik niet van. Maar bronwater vind ik, dat drink ik geregeld. Deze smoothie vind ik heel lekker. Een alcoholvrij biertje van een 0.0'tje. Tering lekker. Het ligt van, op zo'n warme dag als vandaag. Een lekkere 0.0. Ja, weet ik veel. Wat is dit voor vraag? Isa en Brit. Het hangt van het moment af. Laten we het daar maar op houden. Maar alcohol, dat ga ik misschien 3 keer, 4 keer per jaar doen of zo. We maken er wat van. Het hangt van het moment af. Momentum. Ja, ik ben een beetje... Ik heb vanmiddag gezwommen. Sorry hoor. En al dat zand, maar goed. Hey, van Maurits. Isa en Brit, knuffels en kusjes, jullie weten het, hè? Kijk maar uit. Hallo. Geachte professor Vakantie Vincens, een kersthartverwarmende hallo. Een hele fijne hallo. Goh, nou, dat is wel leuk, zeg. Een kersthallo. Wat is dat dan voor hallo? Ik weet het niet. Maar waarom kan ik hierna niet jouw mailtje dan... Dit wordt heftig. Dit wordt een heftige, jongens, want... Nou, ik ga gewoon lezen en dan zien we het wel. Bedankt voor uw uitgebreide uitleg op mijn vorige vraag. Het heeft mij bijzonder veel voldoeningen gegeven, moet ik weten. Hallo. U zei dat u uw anus niet wil afvegen met uw eigen shirt. Wellicht is het een idee om uw eigen wc-papier te laten maken. Zie dit als extra op de buitengewoon merchandise die eraan zit te komen. Zie je, en nou kan ik hem dus niet... God gloeiende tering. Waarom? Maar ik kan hem wel kleiner maken. Misschien dat hij dan. Doet. Ja. Wat slim van mij. Ik kan niet wachten, moet ik weten. Hallo. Een bijzonder gulle en fijne hallo van Maurits. Ja, jeetje, man. Pleetpapier met mijn hoofd erop. Nou, ik ga natuurlijk niet mensen pleetpapier geven om mijn hoofd ermee af te vegen. Of een reet met mijn hoofd afvegen. Doe even normaal, man. Krijg ik kriebels. Kriebels in mijn keel van die smoothie. Maar het is ook een hele lekkere smoothie. Van... Julian Mulder. Van Julian Mulder. Wat vind je van coke tijdens je werk? En wat voor werk doe jij? Ik ben poedercoater. Ja, die wat voor werk ik doe. Dat heb ik al zo vaak verteld. Dan moet je maar beter opletten. En coke tijdens het werk, ja. Dat moet jij weten, joh. Ik ben geen fan van de coke... Cocaïne, denk ik dat je bedoelt. Dat heb ik in de vorige vraag vakantie Vincent ook al uitgebreid over gehad. Coke moet je niet doen. Dat is slecht voor je. De volgende vraag. Van Matthijs Meuleman. Goede hallo meester Vincent. Als er 34 blauwe druiven in een tomaat gaan, hoeveel verschillende soorten hagelslag heeft een koe nodig om te fluiten? Hoogachtend... Kever Meuleman. Goh. Hoeveel verschillende soorten hagelslag heeft... Nou, een koe. Een koe. 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 Een koe. Die heeft heel veel magen.
Dus die moet heel veel kauwen. Dus ik denk dat hij aan één soort hagelslag wel genoeg heeft, de grote vriend. Omdat hij daar al een tijdje mee bezig is. Als hij de ene soort hagelslag naar de andere soort hagelslag naar ze toe krijgt geworpen. Ik weet niet hoe vrolijk die daarvoor wordt. Nee. Dus ik denk dat wel je antwoord is of zo. Ja. Ik denk niet dat een koe op hagelslag zit te wachten. Van Pindaflap. Een hele fijne hallo, meester Vincent. Hoe beschrijf je de interne pijn die je voelt als je per ongeluk op een slak staat? Een hele fijne hallo, Pindaflap. Nou. Dat is een hele goede vraag. Als jij ziet dat je op een slak staat en je denkt bij jezelf, kut, ik sta op een slak. Dan... Leven is leven, weet je. Alles leeft. En daar moet je met respect mee omgaan. Kijk, als jij expres op een slak gaat staan, is niet goed voor je karma, man. Als je per ongeluk op een slak staat, dan voel je dus de pijn die je ervaart van, oh kut, ik heb per ongeluk leven doodgemaakt. Maar dan, als het per ongeluk is, dan is het per ongeluk en dan is er geen karma. Dan is de intentie, dus was er geen kwade intentie. Dus ik denk dat je het gewoon kut vindt dat je op die slak stond of zo. Moet jij weten. Oh kijk, daar hebben we weer zo'n mailtje waar ik dus... Oh kijk, daar kan ik wel scrollen. Ik weet het allemaal niet hoor, met die mailtjes. Wat is dit voor apparaat? Maakt niet uit. Ik worstel een beetje. Ik moet er weer inkomen. Merken jullie het ook? Maar dat geeft niet, joh. Ik doe het gewoon. Van Jaap Otten. Geachte heer Vincent. Ik heb een belangrijke vraag die ik moet stellen. Must I know? Hello. Ik ben afgelopen weekend verblijd met een euforisch gevoel en de geweldige kennis over het getal 0. 0 is eigenlijk niks. Dus na de 9 met optellen komt eigenlijk gewoon weer de 1. Want 0 is niks. Dus... kan 10 niet bestaan omdat de 0 niks is. Natuurlijk hetzelfde met 20, 30, 100, etc. Nu vroeg ik me dus na afgelopen video af hoeveel shirts u nu eigenlijk gaat maken, aangezien u zei dat u er 100 ging maken. Maar zoals hier dus boven beschreven, is dat er eigenlijk maar 1. Ik zou het zeer prettig vinden om hier wat meer duidelijkheid over te krijgen. Nou, ik zou het ook heel prettig vinden om hier wat meer duidelijkheid over te krijgen, want ik snap er geen ene tering van. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar uiteindelijk is dat iets wat ik moet weten, zegt Jaap. Met vriendelijk groet en een hele fijne hallo, Jaap Otten. Hoeveel shirts ik ga maken? Nou ja, 100 van dat eerste shirt. 100, die worden gemaakt, die zijn bijna klaar. Nog steeds bijna klaar. Ik had ze laten hermaken om ze nog cooler te maken voor jullie. Ze worden echt heel erg cool. Ze zijn bijna klaar. Maar 100, dus... ook met het hele kutverhaal van jou... wat je zojuist naar ons hebt gevibreerd. Kijk eens wie we daar hebben. Nada. Nada. Nora heeft 2 bandjes van mij gekregen. Moet zij weten... Geachte ingenieur vakantie Vincent. Hallo, hallo, hallo. Hey Vincent, alvast van harte gefeliciteerd. Hallo met uw verjaardag. 2 juni, als ik het goed heb onthouden. Eerste vakantie Vincentsdag. De 2e van juni, of juni de 2e, dat is eerste vakantie Vincentsdag. En dat is de dag waarop we het leven vieren. En eren. En in dankbaarheid zijn in het leven. Wat we hebben gekregen. Want dit leven, dat is een gift. En daar mag je dankbaar voor zijn. En je mag elke fucking seconde dat je hier bent, mag je dankbaar zijn dat je leeft, man. En je moet het ook leven. Maar leven met respect en eerbied en dankbaarheid en toewijding en passie. En oeh, leef het. Leef je motherfucking leven. Goh, wat een wijsheden. 2 juni. Moet ik weten. In ieder geval hoop ik dat ik een leuke dag heb gehad. Ik heb een hele leuke dag gehad. Ik heb hem even doorgetrokken, mijn verjaardag. Ik heb, heb ik net allemaal verteld.
2 juni is eerste vakantie Vincentsdag. En dat gaan we natuurlijk vieren. Nou, goed dat jij het hebt gevierd. Daar zit ik weer met die motherfucking... Oh, wat irritant. Dan ga ik hem weer kleiner maken. Het is niet mijn schuld. Het is de schuld van de Outlook. Of mijn laptop. Weet ik veel. Ik heb net mijn examens afgerond en ik hoop dat ik ben geslaagd. Vincent, wat moet ik doen als ik niet geslaagd ben? Zal ik vragen of ik de coördinator mag pijpen voor een voldoende? Nee, dat is een beetje raar. Is het dat? Moet jij weten. Als ik wel geslaagd ben, heb ik natuurlijk aan u te danken. En dus, als het zo is, zeg ik bij deze. Bedankt Vincent, je bent een topper. Nou, ik denk dat je dan wel geslaagd bent. Ik gok zomaar dat je geslaagd bent. Nog een laatste vraag. Wat wilt u hebben voor uw verjaardag? Nou, ik hoef niks te hebben. Ik heb alles al. Maar wat ik altijd wel kan waarderen is dat de mensen hun passie leven, hun hart volgen en aan de wereld laten zien wie ze zijn. Dus als jij aan mij wil laten zien wie je bent en wat je kan. En dat vind ik tof. En dat is het mooiste cadeau wat je mij kan geven, man. Daarnaast hou ik van chocolaatjes. En van leuke dingen. Van mooie ervaringen. Ik hou van mooie ervaringen. Dus show us what you got, weet je. En dat geldt niet alleen voor Nora, maar dat geldt voor iedereen. Show me what you got, weet je. Kom op. Je bent hier nu. En elke seconde kan je laatste zijn, man. Dus geef het leven wat terug, weet je. Jij hebt dit leven gekregen. En dan mag jij wat teruggeven aan het leven. De mensen blij maken. Met jouw giften. Met jouw gaven. Of gewoon zomaar. Compassie. Gewoon mensen blij maken. Daar word je het gelukkigst van. Dus God. Met een hele, hele fijne hallo. En een hele, hele fijne hallo. En een verjaardags... Hallo! Van Goh, van wie? Even denken, weet je het al? Natuurlijk weet je het al. Al staat hier toch boven. Piep, lul. Natuurlijk weet je het al. Het staat hier boven, toch? Piep, lul. Nora heb ik begrepen. Goed even bij Rebecca. Rebecca was die juf die liep te zeiken over dat woord wat we beter niet meer kunnen gebruiken. Nee, doen we niet meer. Doen we niet meer, jongens. Laten we in plaats van... laten we wat anders verzinnen. Laten we iets anders verzinnen voor dat woord. Hè? Mooie opdracht voor volgende week. Kijken of we iets anders kunnen verzinnen voor dat woord. Als je een vraag hebt... Leuk. En stuur daar dan bij... wat je hebt verzonnen. In plaats van... lul. Wat gaan we er... Wat... Gaat het worden? Welk woord gaat het worden? Die fucking pitjes. Maar goed. Hallo van Neura. Envoyé de mon iPhone. Daar ga ik nog op terugkomen. Op deze... Ja, stap over de grens. Huh? We gaan lekker. We gaan hard. Moeten wij weten. Van Auke de Vries. Hey Auke. Een hele fijne hallo. Vincent Temal. Wat is nou de zin van het leven? Als ik het aan zo'n kale debiel zou vragen. En wat is de lengte van mijn leuter? Van jouw leuter. Van mijn leuter dus. Nogmaals een hele fijne hallo. Vincent Temal. En doe een knuffel aan je radiobad 1. Namens je favoriete neger. Auk op camera. Of neuk hem in zijn reet. Moet jij weten. Nou, ik geef hem wel een knuffel. Ik ga geen radiobad in de reet neuken. Doe even normaal. Daar begin ik niet aan. De lengte van mijn leuter. Nou, die is lang genoeg. Ik heb een topleuter. Ha, moet ik weten. En de zin van het leven. De zin van het leven is leven. Daarbij, wat ik zojuist al heb vermeld. Geef wat terug aan het leven. Help de evolutie een beetje op gang. Weet je. Laat je niet in je hoofd duiken door de tering onzin die in dit systeem op ons wordt afgevuurd. En volg je hart en volg je passie. En wees lief voor de mensen. En dan ga je deel uitkomen, man. Dat is de zin van het leven. Hallo. We gaan lekker, we gaan hard. We gaan lekker, we gaan hard.
Hard, hard, hard. Ja, joh. Ik zing ook maar wat. Van Ad de Hout. Of Adde Hout. Adde Hout. Ad de Hout. Hey, hoi Vincent. Heb je misschien nog zangtips voor onze Nimrod hier? Hij had laatst meegedaan met The Voice. Alleen die Mongolische coaches... deden debiel. Ja. Ik snap sowieso niet waarom je dat kijkt. Dat vind ik echt een verkrachting van de... van talent. The Voice. Dus dan heb je een wijs mooie stem. En dan ga je een liedje van iemand anders zingen. En dan word je door zo'n commercieel kutprogramma... word je een soort van... wordt er een soort... ja, een commercieel dingetje van je gemaakt. En dan word je zo, hop, lekker... die commerciële bullshit ingeworpen. Nee. Maar goed. Nee, als je kan zingen, gelijk je eigen liedje schrijven, weet je. Daar hebben we veel meer aan in plaats van dat je gaat meedoen aan The Voice. Doe even normaal. Even kijken. Kan jij je zangtalenten overbrengen door middel van een freestyle? Moet ik weten. Daar zal onze grote, kleine kameraad uit Swahili heel erg blij mee zijn. Groeten van Ad en Nimrod. Een hele fijne hallo en geef vooral tips over hoe je een kale bats moet rocken. Joejoe! Ik ga jullie van de week ga ik jullie blij maken met een mooi lied. Beloofd is beloofd. Binnenkort van de week. Ik heb het zo fucking druk. Er gaat een videootje komen waarin ik mijn zangtalent met jullie ga delen. Want zingen, dat moet vanuit je ziel komen. Echt recht vanuit je ziel. Of je nou kan zingen of niet, als het maar vanuit hier komt, man. Dan maakt het niet uit. Weet je, het is hetzelfde als... als je met de hond gaat lopen en je gooit de stok in het water. Het gaat om het spelen. Die hond rent er achteraan en die springt de vijver in. En daar gaat het om. Het gaat om het spel. Het gaat om de dans. Om de dans van het leven, weet je wel? Daar gaat het om. Dus als jij wil zingen, zing gewoon, weet je? Als jij wil spelen, speel gewoon. Als jij wil tekenen, teken gewoon. Doe wat je wil. En maak de mensen blij. Dan zul je gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen. Mooi nummer van de André Hazes. De topper. Ja, die grote dan, hè. Dat is echt een topper. Numero uno. Ja, die zong ook vanuit zijn hart. En dat hoor je wel. Kleine jongen, heel mooi nummer. Daar zingt hij het ook, hè? Maak de mensen blij, dan zul je echt gelukkig zijn. Maak de mensen blij, dan zul je echt gelukkig zijn. Onthoud dat. Van Lucas Platje, ben je weer? Een hele vriendelijke hallo. Ja, jij ook een hele vriendelijke hallo, Lucas. Ik heb een paar vragen voor u. Sowieso. Jij, hè? Jij steekt van wal, jij, hoe zeg je dat? Ah joh, ik ben in een goede bui, hè? Een paar, doen we gewoon. Wat betekent vriendschap voor u? Nou ja, alles, echte vrienden, ja. Daar heb je er maar een paar van, man. En koester die. En wees ook een echte vriend voor iemand. Weet je, help diegene de beste versie van zichzelf te worden, man. Dat is wat een echte vriend doet. En klaarstaan en zo. Weet ik veel. Als je hem nodig hebt. Waar ik echt gelukkig van word. Ja, het leven, man. En filmpjes maken. En met mensen aanhoeren en gezellig doen. Daar hou ik van. Dat vind ik het mooiste wat er is. Grapjes maken. Mensen laten lachen. Mensen laten lachen. Dat vind ik leuk. Een beetje verwarring zaaien in je hoofd. Een beetje in je hoofd neuken. Want dan de evolutie een beetje op gang helpen. Ja, dat vind ik leuk. Ook vroeg ik me af wat u van TikTokkers vindt.
niet echt mijn smaak, maar moeten hun weten, toch? Ja, dat moeten zij weten. Ik weet niet, ik heb er een tijdje op gezeten. Ik ben er heel snel weer vanaf gegaan. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, man. Het is niet mijn ding. Een hele vriendelijke, hartverwarmende hallo van mij. Hallo. Ja. Dus dat. We chasen door de vragen. We racen door de vragen. La 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 la. Van Jelmer. Beste superieure Vincent. Ik zag op uw mooie filmpjes een mooie trui van Thunderdome. Ja, zag je dat? Ik hou er ook van. Maar ja, ook. Ongelooflijk. Ja, ik deed hem uit, dus je zag het net niet. Ja, jammer. Jammer. Volgende keer beter. Maar goed. Komt goed. Denk ik. Ik weet het niet. Had je maar beter moeten kijken. Ja. Of niet. Of ik had dat ding niet aan moeten zetten. Had ik ook... Hè? Wat? Nee. Ja, het hoeft niet. Ja, het mag wel, maar het hoeft niet. Zoek er lekker uit. Moet jij weten. Ik zag op uw mooie filmpjes een mooie trui van Thunderdome. Ik hou er ook van, maar ja, dat moet ik weten. Mijn vraag is, wat was het mooiste jaar Thunderdome dat u bent geweest? En welke DJ vond u het beste? Een hele, hele vriendelijke hallo van Jelmer. Nou ja, elke Thunderdome was mooi. Vanaf, wanneer was ik er nou? 96, 97 ben ik er eigenlijk wel elk jaar bij geweest. Maar 99, toen het zogenaamd dood was, dat was wel een topper. Past, present, future. En 2001, ja, dat was ook een klapper, want toen kwamen ze weer terug. Dat was ook wel een heftige, dat was in Heineken Music Hall. 2000, was dat? 2001, nee, ze zijn een jaar weg geweest. 2000 zijn ze niet geweest. Ja, dat was ook een klapper. En Fight Night. Dat was ook. Goh. Dat was maar er eentje, zeg. Ja, ze waren allemaal toppie. Elke Thunderdome is top. Althans, 2017 ben ik niet geweest, want ik voelde aan mijn water dat hem niet ging worden. En achteraf hoorde ik dat het te druk was. En dat ze op een gegeven moment dat promo ging draaien, een faalset. En weet je, hardcore. Mensen die van hardcore houden, ja, die gaan echt naar die feesten voor de muziek. Die gaan niet naar een feestje om gezien en gezien te worden, weet je wel. Zoals je wel eens bij sommige feesten hebt. Nee, die gaan echt voor de muziek. En toen ging promo draaien en toen konden sommige mensen, mochten de zaal niet in. Ja, maar ja, dat kan je dus echt niet maken. Als organisatie zijn. Dat je dan gaat zeggen van ja joh, hier je betaalt het. Ik heb gewoon gebeld, wat de fuck man. Dit heftig allemaal, maar goed. Dus ja, dat kan je niet maken man. Dat kan je echt niet maken. En die was ik er ook niet. Toen had ik een ayahuasca ceremonie. Dus ik ben blij dat ik mijn ayahuasca ceremonies lekker heb gedaan. En niet naar die Thunderdome ben geweest. 2019 ben ik wel geweest. Dat vond ik wel heel kicken. Dat was best wel heftig ook, 50.000 man. 2019? Ja, 2019. En ja, die vond ik wel kicken. Dat was wel heel... Ik ben in de millenniumzaal geweest. Maar ja, elke Thunderdome is top natuurlijk. Want het is Thunderdome. Ja. Thunderdome is Thunderdome. En die is altijd top. Nou, niet altijd, maar meestal wel. En wij maken de Thunderdome. Nou, lekker belangrijk. Dus dat. Even kijken. Pff. Zie je? Ik spuugde net dat dingetje waar ik de hele tijd waar ik zo van moest hoesten. Van die framboosjes. Zie je dat? Er zitten al die pitjes in. Daarvoor. Niet zo handig dat ik nou weer een sokje neem. Maar goed, maakt niet uit. We doen het er maar mee. Geachte keizer vakantie Vincent van Floris Molenaar. Vaak zit ik ergens een ontiegelijke hoeveelheid bier te drinken en vraag ik mezelf wel eens af wat nou als ik mezelf net als een meeuw zou gedragen en gewoon letterlijk overal zou schijten.
Zou ik dan in de problemen komen of vinden de meeste mensen dit wel oké? Ook zou ik graag willen weten waarom drugs / medicijnen niet gratis zijn. Met een hele vriendelijke groet en een hele fijne hallo, Floris. Nou, als jij overal wil schijten, ja, doe je ding en kijk hoe ver je komt. Maar ik denk niet dat het echt heel erg wordt gewaardeerd of zo. Door menig één. Ik vind het ook, een beetje respectloos om hier en daar maar te gaan zitten schijten of zo. Ik weet het niet. Nee, dat moet je niet doen. Waarom drugs niet gratis zijn? Dat is een hele goeie. Maar ja, waarom is sowieso niet alles gewoon gratis? Weet je, je komt hier op aarde. De aarde is van iedereen. De zon, de maan, weet je, alles is... Wij krijgen alles van onze schepper. Gewoon gratis. Alles is al gewoon in principe gratis. Alleen hebben wij geld verzonnen. En sommige mensen die hebben dan gezegd van ja, dit is van mij, dit is van mij. En die hou ik lekker voor mezelf. Heel sneu allemaal. En ja, als jij dan dat wil hebben, dan moet je ervoor betalen. Ja, je moet ervoor betalen. Ja, heel zielig. Eigenlijk. Maar aan de andere kant, weet je, geld is wel een soort van handig ruilmiddel. Als dat het ook gewoon is. Maar je moet het niet exorbitante... Kijk, als jij iets heel moois creëert en je vraagt... En iemand wil dat hebben en jij vraagt daar iets voor. En je kan iemand blij mee maken, dan is er niks mis mee. Maar als jij zegt, ja, dit stuk land is van mij. Waar al dat vreten op staat. En als jij wil eten, ja, dan moet jij daarvoor betalen. Ja, dat klopt niet natuurlijk. Want in principe vreten is gewoon gratis. Water is in principe gewoon gratis. Energie is gewoon gratis. Zou gratis moeten zijn. En ook medicijnen, planten. Alles draait om respect, man. Je moet er met respect mee omgaan. Dat is wat we moeten doen. En dat doen we al heel lang niet meer. Dat zijn we behoorlijk verleerd hier in het Westen. Maar goede vraag. Zie je, samen komen we er wel. Nog twee vraagjes van Matthijs. Van Matthijs van der Meer. Een hele fijne hallo. Ik ken je filmpjes al jaren, maar dacht altijd dat je een typetje speelde. Misschien is dat ook zo, maar dan moet jij weten. Toch kreeg ik mijn twijfels dat er meer achter zat na een paar uren achter elkaar kijken van de week. Dat moet ik dan weer weten. Nu de vraag. Ik verdien me al een hele lange tijd sinds kinds af aan in de oorsprong van het leven. Waarom ben ik hier? In een bijzondere geschiedenis van de mens waarbij ik niet geloof dat de informatie goed is voorgeschoten op school. Joh. Want ja... Stel dat er een paar mensen zijn die een systeem hebben gecreëerd, waarin mensen dan een soort van denken vrij te zijn, maar in principe voor alles moeten betalen. En dat jij daar lekker op je troon zit en dan dat jij jezelf van alles toe-eigent. En dan zouden de scholen toch ook voor jou zijn. En als jij weet... Van, ik ben God en ik kan alles doen wat ik wil. Ik kan alles creëren in dit universum wat ik wil. Dan ga je, maar jij wil niet dat andere mensen dat weten. Ja, dan ga jij een systeem creëren waarin je probeert anderen dat te doen vergeten. En dan ga je ook de geschiedenis neuken. Dan schotel jij kindertjes voor met een in elkaar geknutselde geschiedenis. Want, je leert ze alleen wat jij wilt dat ze weten dat jij weet. Dat jij wil dat zij leren. Je houdt ze lekker dom. Hè? Zodat jij lekker op je troon kan blijven zitten. Dat zou dan dat verhaal zijn. Maar ja, je hoeft maar verder te kijken dan je neus lang is. En dan kom je er al achter dat er geen tering voor klopt natuurlijk. En oh god, ik begin al te lullen voordat je überhaupt klaar bent. Ik ben erg te spreken over het onderwerp de... Sumerians, de Sumiërs, ja, dat is heel interessant. Waarin teksten op stenen tabletten zijn achtergebleven en wanneer juist vertaald alle moderne religies daarvan af blijken te stammen. Nou, weet je, van religies, je hoeft alleen maar te weten dat jij creatie bent. Jij maakt jouw eigen motherfucking leven, universum. Met elke stap die je neemt, alles wat je doet,
ben je aan het creëren. Dus ja, je hoeft het maar in te beelden, plan bedenken en creëren. Dat is wat je moet doen, man. Want jij bent creatie. En dat is waar alles op neerkomt. Heel kort gezegd, de mensheid lijkt zeer te zijn beïnvloed en mogelijk deels geschapen door ancient aliens. Niets is wat het lijkt en ik heb ook niet het idee dat wij dat zomaar te weten komen. De geschiedenis herhaalt zichzelf constant en de mens lijkt enkel het slechte uit zichzelf naar boven te halen. De aliens waren trouwens ook niet hier met de goede bedoelingen. De mens werd gebruikt als slavenvolk en werd te slim door hybrid breeding en moest de mond worden gesnoerd. Daar komt het verhaal van de Tower of Babel vandaan. En de Ark van Noach is ontstaan doordat één enkele groep aliens een selecte groep hielp te ontsnappen aan de uitroeiing van de toenmalige mens door de Great Flood. Er zijn te veel voorbeelden. Het lijkt bullshit als je het voor het eerst hoort, maar hoe verder je alles onder de loep neemt, hoe meer en meer je wil weten. Jij snapt het, gozer. Maar het enige wat je moet weten is dat jij creatie bent. Jij bent de creator, jij bent de schepper, jij bent de bron, jij bent de liefde. Jij bent alles. Er klopt te veel niet. Nu is mijn vraag, heb jij in de plantmedicijnenreizen iets ontdekt in de vorm hiervan? Hoe kijk jij tegen de geschiedenis van de mens aan? Met vriendelijke groet, Matthijs. Verzonden vanuit je moeders wasmachine. Nou Matthijs, ik denk dat jij op de goede weg bent, man. En de plantmedicijnen die leren jou wat jij werkelijk bent. Die laten jou voelen wat je bent. Die laten jou zien dat er andere realiteiten, dimensies en weet ik veel wat allemaal zijn. Dat is wat ze doen. En daarom willen ze niet dat wij dat weten. En dat wij die medicijnen gebruiken. Goh, wat een verhaal allemaal. Het is me allemaal wat. Maar ja, jij snapt het wel denk ik, Matthijs, grote vriend. Lekkere vent van me, hè? Zo, van Mark Voice. En dat is gelijk de laatste. We zijn bij de laatste vraag aangekomen. En dat doet mij deugd, want... jeetje, ja, ik moest er ook weer even inkomen en zo. En goh, ik ben toch een paar weken afwezig geweest. En jullie waren boos en beledigd. En weet ik wat allemaal. En ik heb echt 2 weken lang op een roze wolk gezeten. En helemaal leuk. Maar ja, er moet ook gewerkt worden. Dus nou, daarom zit ik hier. En, maar goed, ik doe het met alle liefde. En ik vind het hartstikke leuk. Oké, Mark, wat wil jij van me weten? Hey Finn, wil je een felicitatiefilmpje opnemen voor een goede vriend van mij? We zitten samen altijd te kijken naar jou. En op al je sociale media platforms. Hij zou het te gek vinden als je iets wil inspreken. En graag beginnen met hallo van Mark. Ja, Mark, dat doe ik niet. Waarom? Ik ben. Dat vind ik zoiets steus. Ik heb dat ooit 1 keer gedaan. Heel lang terug. Toen vroeg iemand dat aan mij. Ik denk 6 jaar geleden of zo. En toen vond ik het leuk. Maar omdat het toen oprecht was of zo. Maar nu zie ik de meest sneuwe figuren. Felicitatiesfilmpjes opnemen voor een paar eurotjes. En dan denk ik, jezus man. Hoe diep ben je gezonken? Ben je een ansichtkaart of zo? Weet je, ga wat doen met je leven. Tja. Als ik dat had gedaan voor je, dan was ik nou multimiljonair geweest. Wacht eens even. Nee, ik ga dat niet doen. Nee, ik ben geen ansichtkaart, ik ben geen hoer. Kankerstraal. Ben je nou helemaal bedonderstraald? Daar ga ik niet aan beginnen. Nee, tyfel man. Nee. Dus nee, dat gaan we niet doen. En dat zou ik nooit doen. Dat heb ik 1 keer gedaan en dat doe ik nooit meer. Ik heb het 1 keer gedaan. En dat, toen vond ik het leuk en daarna doe ik het niet meer. Al bied je me 1 miljoen. 2 miljoen. Dan krijg je nog geen verjaardagsboodschap van mij. 15.000 triljard. En dan nog krijg je geen verjaardagsboodschap van mij. Dus dat. Want ik ben geen hoer. En die kan je maar in je zak steken, Mark. Maar ik wens hem natuurlijk... Vanuit mijn hele ziel hoop ik dat hij een hele mooie verjaardag heeft. Weet je? Dat hoop ik wel.
Want ja, iedereen moet een mooie verjaardag hebben, man. Maar elke dag moet je zien als jouw verjaardag. Hé, hey, ik vond het weer leuk, man. Ik vond het weer leuk. En, oh. Ja, ik heb een speciale mededeling. De volgende Vraagvakantie Vincents gaan we in het Engels doen. En waarom gaan we dat doen? Oh, omdat het weer wat anders is. Dat houdt de vibe er een beetje in. Dus jongens, maar dan moet ik wel het goede voor. Then I must give the good example, you know. The next VK Vins, ask VK Vins. What do you want to ask VK Vins? We're gonna do in English. Because that is... we're gonna open new doorways, weet je wel, you know. We're gonna vibe until the morning is done. Dat weet ik veel. Do I know much? That is what we're gonna do. We're gonna do the next holiday VK Vins. Ask VK Vins. Vraagvakantie... Sorry. And maybe you can come up with a good name for the next VK Vins. Because... Now, I only have two V's, and you must ask VK Vins for some help and answers. So, vibe with VK Vins. Yes. And you can ask the questions, and I will answer the questions in English. So, please send your all your questions, superior intelligent questions, to jemoeder43@hommel.com. I will show it to you, because you cannot understand jemoeder43@hommel.com. I will place it here, and you can send your questions there, and then we're going to make one big party of it, and we're going to vibe all day long. Vibe with VK Vins. Hey, well, a very friendly hello, everybody, and a very friendly hello, everybody. Hello.